Weet je wat de veelgemaakte fout is bij het vaststellen van een vraagprijs van een huis? Is het gebruik maken van een taxatierapport van een paar maanden oud. Maar waarom is dat nou zo'n slecht idee? Ten eerste kan de waarde van je woning aanzienlijk zijn veranderd sinds het rapport is opgemaakt. Ten tweede, als het taxatierapport is opgemaakt voor een hypotheekaanvraag, dan kan de taxateur mogelijk je huis voor een hogere waarde hebben ingeschat dan de reële marktwaarde. Daarom is het belangrijk om jezelf altijd twee belangrijke vragen te stellen. De eerste, hoe oud is het rapport? En de tweede, wat was het doel van het rapport voordat je deze gebruikt om je vraagprijs te bepalen? Als je nou meer wil weten waarom het gebruik van een taxatierapport voor het bepalen van de vraagprijs van je huis geen goed idee is, check dan de blog op de inspiratiepagina van mijn website. En omdat deze niet voldoet aan de twee essentiële vragen, heb ik hem ook gewoon niet meer nodig. Dus onthoud, maak niet de fout door alleen een taxatierapport te gebruiken voor het bepalen van de vraagprijs van je woning. En zo word jij baas op de woningmarkt.